Ze kan niet wachten om voor ons te gaan zingen, maar we gaan eerst kijken naar een filmpje over kandidaat nummer 4, Nigar. Hallo, ik ben Nigar. Ik kom uit Azerbeidzjan. Ik ben daar ongeveer 10 jaar geleden gevlucht. Ik ben hier met mijn vader, mijn broertje en mijn moeder. Ik luister heel vaak naar Nederlandse liedjes. Ik kom het liedje van Marco Borsato zingen, Dromen zijn bedrog. Ik vind het een heel mooi liedje. Wat hij zingt, heeft gewoon een betekenis. Waar ik over droom, dat is dat ik in Nederland mag blijven. En dat ik de rest van mijn leven hier kan doorbrengen. Hartstikke leuk. En hier is ze dan echt, Nigar. De meeste dromen zijn bedrog. Maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Ik kijk me aan en licht je uit. Eén keer in de zoveel tijd komen dromen uit. Geweldig, hoe voel je je? Ja, ik voel me goed. Ja? Nou, je ziet er ook helemaal opgelucht uit. Ja. Ik denk dat je ontzettend nieuwsgierig bent naar wat de jury ervan vindt. Ja, zeker. We gaan het ze vragen. Niga, fantastisch. Heel erg goed gezongen. Je beweegt lekker. Je ziet er fantastisch uit. Mij heb je. Helemaal goed. Iedereen hier vindt je geweldig. Maar ja, het is natuurlijk wel belangrijk wat het Nederlandse volk van jou vindt. Zij bepalen of je mag blijven. En het Nederlandse volk heeft besloten dat je moet vertrekken. Helaas. Helaas. Heel erg jammer. Dankjewel. Dag, Nigar. Ja, dat is heel jammer voor Nigar. Maar wij gaan weer door met de volgende kandidaat.